Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Zijn we weer, zondagmorgen praat. Oh jee. Ik heb slecht zicht van achter. Dat is niet goed. Maar goed, even goed. Een goede morgen. Lieve kijkers. Zondag na eerste kerstdag. Tja. We hebben lekker wezen hobbelen. Maar ja, ik kan toch wel merken. Eerste kerstdag. Iets te veel gegeten. Iets te veel gedronken. Maar goed, daarentegen moet ook niet kunnen. Maar ja, ik merk het wel vanmorgen. Het was een beetje bagger. Het ging niet lekker. Uiteindelijk drie rondjes. Dus ja, uiteindelijk toch maar gewoon gaan voltooien. Dus ja, weet je, ja, het is gewoon zo. Ik ben in ieder geval blij dat ik toch wel gegaan ben, ondanks dat het al moeizaam ging. Het was echt lastig. Tijden waren niet denderend. Ik denk dat het ook mee te maken heeft dat ik wel het idee heb dat ik toch weer een kilootje van anderhalf ben aangekomen, misschien wel twee. Door al die dagen die we nu hebben gehad, of hebben, en nog komen een paar. Maar goed, trouwens een beetje laten vieren daarentegen. Dat is vervelend met die zon. Kijk, ik vind de zon altijd wel lekker. Alleen nu mag ik hem niet. Nu vind ik hem vervelend. Maar goed, dus ja, ja, wat kan ik zeggen, ja, een matige dag, een matige ochtend. Tja, wat is eigenlijk matig? Uiteindelijk ben ik toch gewoon gegaan. Ik heb toch gewoon de keuze gemaakt om wel te gaan lopen. Ik had ook vanmorgen kunnen blijven liggen, had ik niet kunnen doen, had ik niet gelopen. Had ik daar weer over lopen miepen, dat ik dan weer juist niet gegaan was. Dus ja, wanneer is het dan weer goed? Wanneer is het dan weer niet goed? Tja, goed, ik denk niet dat ik de enige ben die sommige dilemma's heeft van deze. Ga ik wel, ga ik niet. Doe ik het wel, doe ik het niet. Maar goed, vandaag naar Utrecht. Schoonvader, schoonfamilie. En dan gaan we weer kijken wat dat is. We zijn al een tijdje niet meer geweest. Ik geloof vanaf de vakantie al niet meer geweest, geloof ik, bij schoonvader. Maar goed. Ja, het zij zo. Soms dan kun je wel wat vaker en soms niet. Deze keer was het eventjes niet. Ik had het even leuk. Maar dat mag niet. Dus met andere woorden, gaan we straks daarheen. Utrecht. Ik ben benieuwd wat het daar allemaal is afgelopen half jaar. En ja, nog andere dingen. Oh ja, volgende week ben ik, of komende week ben ik vrij. Dus dan wil ik ook weer wat vaker in het bos. Want ja, ik moet er iets doen. Alleen maar thuis zitten, dat is ook zoiets. Dat kan ik dan toch weer niet. Als het een beetje mee zit, ga ik van de week nog een keer naar het bos. Misschien wel twee keer nog. Dan hou ik de kerstkilo's toch een beetje in de gaten. Ja, dan hou ik dat toch een beetje in de gaten. Maar ik vind het toch wel... ja, weet je, je bent al een aantal kilo bij je afgevallen. En ja, dan zou ik dan nou met de kerst weer een hoop gaan lopen verprutsen. Natuurlijk, straks in het voorjaar dan heb je natuurlijk ook betere dagen. En dan worden dagen langer, dus kun je nadat je gewerkt hebt eventueel nog een keer wat doen. Natuurlijk nou door het hele corona gebeuren is er ook wat minder te doen met voetballen. En dat soort dingen, dus ja. Dus ja, er zijn wat dingetjes die er natuurlijk bij komen. Die ermee te maken hebben waarom dat nou... Waarom dat het nou wat minder gaat. Maar goed,
Het zij zo. Dus goed, volgende keer beter. Ik zou in ieder geval zeggen tot volgende week zondag. Blauw duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. Dan kom ik de volgende week zondag weer terug. Ik wil ook weer gaan proberen om toch iets meer weer gewoon te gaan YouTuben. Maar ja, dan moet ik even goed kijken hoe ik dat in elkaar ga flansen. Want normaal zit ook best wel wat werk aan vast. Want dat wil ik dan wel gemonteerd hebben met eventueel muziek eronder. Of beeld iets beter bewerken of iets dergelijks. Dus dan wil ik wel wat beter voor de dag komen met YouTube. Dus nou ja, dat dus. En ja. Dus we gaan gewoon kijken wat we ermee kunnen doen. Dus ik zou zeggen, nog fijne dagen. En tot de volgende week. Zeg het joh.